Het CDA, de SP, de ChristenUnie en de Arnhemse Ouderenpartij vroegen op woensdagavond een interpellatiedebat aan over het miljoenentekort op het zorgdossier. Het college moet bezuinigen, maar door verschillende ambities van de verschillende collegepartijen is het moeilijk te bepalen in welke sectoren er gesneden moet worden. Fractievoorzitter van de ChristenUnie, Daniel Bekkers, legt uit waarom deze vier oppositiepartijen dit interpellatiedebat hebben aangevraagd en gehouden. Eind december heeft het college toegezegd om begin maart een voorstel te sturen over de oplopende tekorten in het zorgdomein. Helaas ging begin maart voorbij en helemaal eind maart hebben we zelf maar een interpellatieverzoek ingediend om over dit ontbrekende voorstel te spreken met elkaar, omdat we ons steeds toenemende mate zorgen maken over dit oplopende tekort. Wat zijn de consequenties dat het er niet gekomen is, die brief? In onze begrotingsbehandeling bleek dat wij eigenlijk een gat hebben van enkele miljoenen groot op het zorgdomein. Dat wil je eigenlijk niet hebben in een begroting. Daarna is door het college gezegd van we gaan het verder in kaart brengen. We komen met een voorstel hoe we dit met elkaar gaan oplossen. Ook buiten het zorgdomein zou een oplossing worden gezocht. Intussen blijven de tekorten oplopen. Dat komt ook doordat de wijkteams heel veel mensen weten aan te boren die nog een zorgvraag hebben. Dus op zich is dat ook een goed teken. Maar we moeten dit wel goed met elkaar financieel gaan afdekken. En zonder voorstel, zonder denkrichting lukt dat niet zo best. De wethouder kwam eigenlijk met een soort van excuses, maar u nam daar geen genoegen mee. Excuses zijn natuurlijk heel fijn. En eigenlijk vroeg ik helemaal niet om excuses, maar liever eerder om een voorstel. En als er dan geen voorstel komt, om een reden voor afstel. En als er dan ook geen reden van afstel komt, dan liever nog een analyse tot nu toe. Maar er kwam eigenlijk tot nu toe helemaal niets. En ik heb met heel veel moeite een toezegging gekregen waarin de maatregelen die nu door het college in stelling worden gebracht om het tekort in de perken te houden, dat die aan ons bekend worden gemaakt. Maar voor de rest staat voor u een raad zit die eigenlijk helemaal niet weet hoe snel de tekorten op het zorgdomein op gaan lopen en wat we eraan gaan doen de komende tijd. Neemt u nu genoegen met uitstel tot 1 mei? Ik vind het heel jammer dat op dit dossier, met tekorten die oplopen waarschijnlijk tot 15 miljoen of hoger, dat we daar zo lang over met elkaar in het ongewisse leven. En dat moet je eigenlijk als hoogste orgaan van de gemeenteraad jezelf niet laten overkomen. Daarom hebben we ook een motie ingediend die vraagt om snelle duidelijkheid op dit vlak. Helaas heeft die motie het niet gehaald. Dat is jammer, dat is het orde van de raad, maar ik betreur het wel.